Vrije trap van De Bruyne. Corner nu ondertussen kort genomen. Bal voor de goal gekopt. En de goal van Kennedy. De goal van Kennedy. Hij kopt die bal erin. En dat is natuurlijk een gouden wissel van Frank Verkouteren. Uitstekende voorzet hier van de zijkant. En Kennedy doet het. Hij doet het hier. De gelijkmaker door Racing Genk. Op 11 minuten van het einde heet de nieuwe kampioen. Op dit moment Racing Genk. En een explosie werkelijk, wat een contentement hier op de tribune.